KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Ja, welkom bij weer een spiksplinternieuwe aflevering van Studio E-Divisie. We gaan het vandaag hebben over speelronde 5. Dat doe ik met mijn vaste analisten Koen, Bas. Leuk dat jullie er zijn. Zeker. Is het nog veel leuker dat Maradona er is? Ja, tuurlijk. De enige echte. Welkom. Ja. Goedendag. Ben je blij dat je er bent? Ik ben super in mijn nopjes, man. Wij kennen jou, tenminste de mensen die nou kijken. Ik ben kijken, helemaal die van denken... mijn apropos, de mannelijke Mel en Moreau. Die zijn er van het tot. Kijk, dit is dus een rapper. Dan vliegt het er zo uit. Waar kennen we jou het beste van? Oh. Ik denk misschien... 180. Linkerbaan. Linkerbaan. Trippel zo uit als toegestaan. Ja, kunnen we het zien? Tuurlijk. Kunnen we het even showen aan de mensen? Buma. We gaan vol in die baan in schijf. Ik zet de Nederlands Duiter op de kaart. Praat met u als je tegen me praat. Ben de grootste stunter in de room. Vijf keer wereldkampioen. Ik kom Gucci tot de schoen. Alles Gucci. Gooi jouw salaris op een truitje. We eten goed, kijk het wel van het buikje. Vroeger postbode, nu money man. Ik heb Iron Man behang. Rustig. Ga op de foto met je chickie. Designer kleding is voor mij een prikkie. Kijk, dat was hem. Kennen we natuurlijk allemaal. Barney kennen we allemaal. Voor ik daarheen ga, ben je het meest trots op dit nummer? Ja, maar dit is gewoon een stukje geschiedenis in de Nederlandse popmuziek, man. Ja. Maar wat heb jij met Barney dan? Barney is gewoon de grootste stunter in de room, man. Hij is wereldkampioen, komt Gucci tot de schoen. Nee, maar hij heeft gewoon van niets iets gemaakt. Hij is gewoon die stratenmaker. Want hij heeft de weg, gewoon de, he paved the way voor iedereen die nu duidt. Michael Vergeven en Jelle Klaassen. Ja, want over gesproken, ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal rapper Shorts die een andere carrière ineens opstart. Jij bent ook dat aan het worden. Of bent al dat, hoe moet ik het zeggen? Ja, ik word nu begeleid door Dirk van Duivenbode. En laten we hopen dat ik het leven kan vervullen van mijn dromen. Ja. Ik ga 23 maart ga ik naar Leverkusen. Ja. Dat is een pro-tour of een euro-tour en dan hoop ik me te kwalificeren voor het EK. Ja, maar dit is geen dolletje, dit is gewoon bloedserieus. Dat is sowieso bloedserieus, man. Hoe schat je je kansen in? Laten we daar eens mee beginnen. Je moet altijd gewoon vol van jezelf zijn. Ben je er? Ja, daar ben ik het wel mee eens, ben ik hier niet, toch? Ja. Vol van jezelf is belangrijk. Ja. Ik verwacht wel dat ik gewoon iets kan doen. Ik doe ook mee met de Dutch Open, dat is dit weekend 3 februari ja, in Nederland. Mijn loting is best gunstig, dus laten we er het beste van maken. Ja. En ik ga gewoon verder in waar ik goed in ben en dat is het rapen van knaken. Maar denken zij dat ook, die tegenstanders, dat het een gunstige loting is als ze jou zien of niet? Ja, nee, ja ik verwacht wel dat ik mezelf onbewust druk op mijn schouders heb gehaald. Omdat iedereen kent mij daar in het dartdeeltje van de wegnummer met Raymond. Toch? Heb jij eigen opkomstnummer ook of niet? Ja, Donald de Dart. Man. Ja, man. Donald de Dart. Sterk. Ja, man. Die hebben we niet, denk ik. Nee, doe even sukkie. Nee. Dat is een top secret. Dan had de factuur wat hoger moeten zijn als komen. €20 was echt het meeste. Nee. Dan moeten mensen naar zijn dutch show komen. Okay. Wat dan? Dan moeten mensen naar je wedstrijd komen. Naar de grote zaal in Paradiso 19 mei bedoel je? Hey, dat is een mooi bruggetje, man. Fox Sport, man. Laten wij even, vertel je even door over dat. En dan kijken we even ondertussen naar de highlights van de afgelopen speelronde. Ondanks het later gelijkmaker tegen de VVV raakt Aristot en Doenhoe zijn koppositie kwijt in speelronde 5. Het wordt 2-2, koploper AZ moet toch een gelijkspel toestaan. De eerste plaats wordt heroverd door wie anders dan Ali Riza. De PSV'er bezorgt de blunderende Spartaan Frank van der Slot zijn eerste nederlaag op de Xbox. Ook Dani Hagebeuk morst zijn eerste punten. De Ajaxiet komt tegen Emre Benli van FC Twente niet verder dan 2-2. Al na 10 minuten trakteert Brian Hessing Willem II'er Daniel Kuipers op een jantje. Of moeten we zeggen een Briantje. 3-0 voor Heracles. En zelfs een stel verse batterijen helpt Zwollenaar Stefan Vellinga niet aan 3 punten tegen FC Utrecht. En zijn dit de uitslagen van speelronde 5. FC Utrecht speelt gelijk tegen PEC met 3-3. Heracles wint met 5-0 van Willem II, dat nog steeds 0 punten heeft. Dan de topper Sparta tegen PSV, 0-4 voor Ali. Daar ging Frank dan. Gelijkspel ook voor AZ tegen VVV. En hetzelfde gaat eigenlijk voor Ajax tegen Twente. Dus alle koplopers speelden allemaal gelijk buiten Ali. Die won de Heerenveen dan tegen Rode JC. 2-1 voor Niels Chris van Heerenveen. Excelsior wint met 1-0 van NAC. En Feyenoord wint met 5-1 van Vitesse. Dat is laatste. Groningen, ADO. Daar wordt het 4-3. En dat brengt ons op de volgende stand. We hebben een koploper die losstaat qua punten. Eindelijk. Het is PSV.
5 wedstrijden, 15 punten. Dat is niet mis. AZ en Ajax komen op 13 punten vanwege hun gelijkspel. En dat betekent ook dat Jay dus van Feyenoord naar de vierde plek klimt. En Sparta, daar gaat hij dan. Frank staat op plek 6 met 12 punten. Onderaan bungelen dan op plek 16 en 17 FC Twente en PEC Zwolle met 2 punten. En Willem 2 heeft er na 5 wedstrijden nog altijd 0. Ja, Donnie, wat heb jij eigenlijk met FIFA? Ik vind het mooi, man, E-divisie. Ik vind het mooi hoe het zo'n verdienmodel is geworden. Dat vind ik het meest interessant. Ben ik ook blij mee. En wie de beste wordt van Nederland, dat weten we, ik denk, over 6 weken zo onderhand wel. Ja, denk ik. Dat zou wel tijd worden. We hebben natuurlijk 1 kampioen, tweede. Wie, heb je een beetje een voorkeur nog? Of, Ja, ik kon spelen voor Ajax, maar ze vonden verdovende middelen in mijn jas. Dus ik ben wel gewoon voor Ajax, man. Ja. Gewoon 3 sterren. Maar vonden ze niet oké? Ik weet niet, man. Shaki Zwart, ik zie je, man. Shaq Blakka. Speel je zelf FIFA? Ja, man, ik speelde het vroeger op de PS1, maar nu maak ik moves als de fenomeen. Ik ben een rapclipper dan. Ik heb het nu pas door. Het duurt 15 minuten, dan heb ik het ook door. Bassie, Koen, laten wij eens even gaan praten over Sparta tegen PSV. 2 koplopers, zo mochten we ze noemen. Ja. En dan 0-4. Ja, dat is ook niet meer, nu niet meer inderdaad. Frank hield het een helft vol. Hield het natuurlijk meer dan 4 wedstrijden vol. Ongeslagen 1 helft tegen Ali. Ja, dit is deze geweldige goal. Uiteindelijk het doelpunt dat de band breekt voor Ali. Niet vies. Zieke actie met Gareth Bale en die Ronaldo maakte hem ook nog lekker af, hè Bas? Ja, kijk, zoals Donnie zou zeggen, hij hield 4 wedstrijden vol, maar PSV werd hem niet zo dol. Hoe lang hebben we hier in of niet? We kunnen Bas gewoon ontslaan. Ja. Is, is dit gebaseerd ook op een speler van 45 minuten? Nee, het is, wat is het per speel? 6 minuten, 4 minuten? 6 minuten, hè? Dan heb je nog iets extra tijd, dus je bent ongeveer een kwartiertje bezig, denk ik. Ja. Ik zou helemaal lava losleggen. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar als de motivatie ligt op money stacken, dan doe ik het ook wel. Dat is waarom ze hier komen. Als je deze jongen ziet, je hebt darten, hebben we het over. Dat is volgens sommige mensen zeggen, oh, is geen sport. Vind je dit een sport? Ja, zeker wel. Ja? Grap, het heeft te maken met focus. De hele kern van het leven is focus. Als je geen focus hebt in je leven, dan eindig je gewoon beneden. Kijk, als ik een spelletje speel FIFA, ben ik het eerste, ben ik scherp. Tweede, ben ik wat minder. En bij de derde denk ik gewoon aan design. Ja. Dan denk ik gewoon aan andere dingen. Je bent Bas, die gaat niks meer uitbrengen vandaag. Huh? Ik was alleen maar aan het lachen. Ik ben gewoon te luisteren. Ik vind het gewoon mooi om te horen. Nee, ik ben aan het genieten. Ja. Ik denk gewoon, weet je, bij die derde denk ik aan andere dingen. Zoals uit eten gaan, geld pinnen. Ja, belangrijke dingen. Appen met Bas. Ik ken hem maar 4 jaar. Hij was vroeger niet wat brakka was. 4 jaar? 8 jaar, man, bro. En nu heeft ik hij moet gewoon zeggen, mijn straattafel is ook nog leeg. Nee, man, ik heb geen straten. Oh, wat is het dan? Ik coach in het Van Gaal. In het verhaal. Oké. Okay. Dit doen we niet aan het voor, denk ik. Ik moet over op. Koen, jij zit ook netjes kunnen. Nee, ja, jij zit volledig kwijt, ben je nog mee? Nee, jou versta ik, maar nee, ik ga mee. Zullen wij nog eventjes naar die wedstrijd gaan? Wat betekent dit voor Frank, dit verlies? Is dit meteen, oké, ik geef het op? Want hij was al een beetje de hele tijd zo. Ah, nee, ik ben geen kampioenskandidaat, dit en dat. Het is wel een mentale dreun, denk ik. Ja, stiekem. Hij was al een stiekem, beetje op het randje van bescheidenheid. En, stiekem heeft hij natuurlijk wel echte ambities. Ja, bij deze goal ging het echt fout. Als we nog te gaan hij maakte zelf ook een paar goede fouten, zoals deze. Dit is gewoon heel dom. Dit is gewoon nummer 3. Nee, ja, kijk, hij moet natuurlijk niet in de war gaan raken door deze nederlaag. Want dit gebeurt van de 17 tegenstanders van Ali, gebeurt dit de 12 of 13. Dat maar kijk maar die staan, dat is toch gewoon waar die hoort te staan? Daarom. Is toch goed? Nee, daarom. Dus maar Simon vraagt, wat betekent dit voor Frank? Ja, goed, dat gaan we in de komende weken dan nog zien. Maar hij moet hier in ieder geval niet door van slag raken. Maar dit is wel een fout die je bij de F's maakt, man. Ja, als je pech hebt. Hier, penaltietje door het midden. Ja. Ja, is dat erg als een penalty door het midden erin gaat? Nee, of, nee joh. Maar, kun je het verzekeren. Als hij zit, dan zit hij. Ja. Ja, Frank was, heeft verloren dus. Alleen, ik moet zeggen, het viel me ook wel op. Zijn ding met Ali eigenlijk tijdens de wedstrijd, zegt hij zelf het volgende over. Laten we even bij het begin beginnen. Ik hou echt van onze knuffelturk. Het is echt een fantastische gozer. En als je het iemand gunt, oprecht, dan gun ik het echt Ali. Maar in de eerste helft was het nog 0-0. Ik had mijn kansjes en ik dacht wel van oké, dit gaat eigenlijk best beter dan verwacht. En dan kom je 1-0 achter, voorkomen terecht door props en Ali daarvoor. En dan probeer je toch wel snel een beetje druk te geven en dan speel je hem eigenlijk in de kaart. En dan gaat het gewoon eigenlijk heel snel, wat eigenlijk dan ook weer een leermomentje moet zijn. Ja, Koen, ik vind het grappig, want wij roepen al meer dan een half jaar over Ali, hij is de Iceman. Ja. Niks deed hem iets, hij reageert niet. En Frank krijgt hem gewoon los. Ze zit gewoon een beetje lekker te ahoeren tijdens die wedstrijd. Hoe krijgt Frank dat voor elkaar wat niemand anders voor elkaar krijgt? Ja, ik weet het ook niet. Ali begon inderdaad echt even te praten en te reageren op dingen. En zich druk te maken op het begin van waar ga je heen tegen zijn eigen spelers. Ja. Ik weet het niet, misschien is het juist wel... Een aanstekelijkheid van Frank. Ja, of het is überhaupt dat Ali hier gewoon nu ontspannender zit dan in de eerste seizoenshelft. Hè. Hij heeft al gewonnen in de eerste helft. Het hoeft niet echt meer. Ik ga vragen stellen of ik het antwoord denk al weet. Ben jij een beetje prater als je FIFA speelt? Ik denk dat Ali gewoon een ontspannen seizoenshelft heeft omdat hij al heeft gewonnen, toch? Ik denk dat het is. Ja. Of ik een prater ben tijdens FIFA? Ja. Sowieso, grap.
Ik kom mentaal op jou. Trash talken. Ik kan praten over je kinderen, je vrouw. Over het lelijke logootje op je mouw. Let's go. Gooi je controle als je vliegt? Nee, man, dat vind ik zonde, man. Dat vind ik achteraf gezien, vind ik dat toch zonde. Maar wel achteraf pas. Dingen kapot maken is niet echt iets wat helpt. Ja, dat is zeker waar. Goed punt. Stunt is het enige medicijn tegen de pijn. En weer. Dit is een rijmwoordenboek. Vlees geworden. Bas, kun je nog iets zeggen? Ik wil eens heen namelijk met jou. Normaal gesproken praat ik altijd zelf heel veel, maar ik luister nu gewoon liever. Oké, luister even naar mij. Okay. Ajax Twente, wat vond je ervan? Gelijkspel. Dat betekent dat Dani deze ronde dus achterop raakt. Ja. Net als eigenlijk alle drie de koplopers, maar... Ja, goed van Emre. Ja. Kijk, dit was een twijfelgeval over of het een penalty was of niet. Maar je merkt aan Dani dat hij dacht van... Ja, maakt me niks uit of het telt of niet. Schiet hij met Matthäus binnen, doet hij altijd. Links onderin kort. Schiet hem altijd onderin kort links? Ja, met... Oké. De volgende keer is niet meer, want anders houden ze hem eruit als ze dit zien. Ik hoop het. Ik hoop dat Dani kijkt, want dan weet hij het in ieder geval. Maar goed van Emre die... Een matige start had, terwijl het online gewoon een goede speler is. En als hij dan een punt had tegen Ajax, dan is het alleen maar goed, toch? Goede goal. Ja, goede goal dit, hoor. Die net nog de ruimte kan vinden. Kijk, als je hier kan zien, draait hij precies goed open. Net de laatste switch met verdedigen en dan trapt hij hem gewoon goed binnen in een korte hoek. Dus uiteraard is dat gewoon een goede prestatie van Emre. Ja. Emre Bentley. Misschien koop ik wel een Bentley. Je weet het. Was niet jij ook. Hij is mijn dagwindje fan. Nee, maar dat is gewoon goed, toch? Ik wil, van Dani is natuurlijk teleurstellend voor hem dan, want hij was gewoon goed bezig weer. Hij is nog steeds niet slecht bezig of zo, maar ja, als je... Maar is het wat, Koen, Donnie zei het net zelf al, de focus is zo belangrijk hier. Als we een zenuwpees hebben, dan is het volgens mij Emre wel. Volgens mij had hij heel veel moeite met zijn mentale gesteldheid. Voor mij was hij gewoon heel erg gespannen aan het begin. Ja, ik denk dat hij de druk voelt daar bij Twente. Tony heeft natuurlijk fantastisch gedaan en je hebt dan echt een grote naam naast je. Hij wil ze gewoon heel graag laten zien. Ja. Dat is het. En maar hij is Tony ook super dankbaar de hele tijd. Met zijn, hij support mij en dan speelt hij ook wat beter als Tony erbij is. Ja, geloof ik meteen. Volgens mij is Tony een geweldig teamgenoot om daar te hebben. Maar ik denk dat hij gewoon heel veel druk op zichzelf heeft. Hij moet iets meer op eigen benen leren staan misschien. Weet ik niet, ja. Ik bedoel, hij komt nog wel los, denk ik. Je ziet sowieso wel dat veel dat echte teams aanwezig zijn, ook bij de opnames. Ja. Bijvoorbeeld Lef Vinken van Sparta, die hoeft niet Bob te komen, Uden, Bob van Uden. Je hebt Tony Kok, dus die lui zijn er ook allemaal gewoon. Dus dat is ook wel een goed teken. Romal is er altijd bij. Koen is er altijd bij voor Koen is er altijd speelt bij. Tony Kok nu, hè? Tony Kok speelt voor Twente. Oké. Ik weet niet of het iets is wat hoort, maar het valt me op dat er relatief veel wordt gescoord. Is het, zeg maar, dat heeft met de game meer te maken, zeg maar. Ja. Dat is gewoon veel. Hebben jullie ook, zeg maar, tactische soorten of zo? Van 4-3-3, 5-3-1? Ja, het is wel zijn opstelling. Of is het gewoon algemeen gewoon spelers zoals FC Heerenveen? Gewoon vraag je toch? Kijk, zijn als we alle opstellingen, alle spelers. Ja, maar als je nu naar PSV kijkt in de echte competitie, dan spelen ze best wel heel erg verdedigend, toch? Ze komen dit echt hun eigen middenlijn af. Nee, maar dat heeft gewoon met personen te maken. Je hebt dus maar werkt het in theorie ook, zeg maar, op de console zo dat je echt dat tactische spel kan aanhouden? Of is het gewoon met z'n allen naar voren en kijken waarop we kunnen bouwen? Nee, natuurlijk. Je kan spelers ook instructies geven in de game. Dat je zegt van, mijn backs die blijven bijvoorbeeld terugstaan of die komen juist op. Ja. En dat is ook bijvoorbeeld een jongen van ADO die vorig seizoen al bekend stond dat hij alles dicht timmerde achterin. Ja. En dat heel veel mensen daar moeite mee hadden. Maar je hebt bijvoorbeeld ook bepaalde opstellingen die heel goed werken. 4-2-2 small was populair. Er wordt nu langzaam wel wat tegengecounterd met andere opstellingen. Ja, daar weet Koen natuurlijk meer over dan ik. Maar het zijn nu... Kan je ook vrije spelers gewoon kopen? Is het net zoals de competitie in Nederland? Nee, dat kost wel geld. Je hebt, zeg maar, gewoon een markt. Je kan spelers kopen. Maar kan jij nu Roe Naldo kopen als je genoeg geld hebt verdiend in de competitie? Of is het gewoon puur gebaseerd op de Eredivisie? Nee, dat kan. De teams hebben, zeg maar, gewoon Ronaldo, Messi, dat soort spelers erin. Ja, maar dan kan ik ook winnen met Tino van jou. Ja, nee, maar niet als iedereen Ronaldo heeft dat, zeg maar. Ja. En Messi heeft. Maar dit is trouwens een discussie, daar wil ik nog even kunnen jullie dan beide Messi hebben geselecteerd? Ja. Wat kun je dan? Ja. Maar dit is wel even realiteit. Een mooi moment om even hierop in te haken. Want we krijgen altijd... Elke week bij. Krijgen we comments van hoe kan het dat Messi bij voor Roda speelt en dat soort dingen. Nou, dat heeft ermee te maken dat... Correct me if I'm wrong, hè. Dat heeft ermee te maken dat de Eredivisie werkt samen met FIFA. En zoals je weet, de winnaar van het PlayStation-seizoen en van de Xbox-seizoen, die spelen tegen elkaar bijvoorbeeld. En die krijgen een ticket voor een regional. Dat is een officieel toernooi van FIFA zelf. Dus als ik me niet vergis, speel je gewoon voor een hele serieuze ticket. En is het gewoon toegestaan om gewoon met Ultimate Teams te spelen, waar je uiteindelijk ook mee gaat spelen in de regionals. Meedoet, dat is natuurlijk het hele ding inderdaad. En ik moet zeggen, ja, er zijn mensen die er problemen van maken, maar ik vraag me dan af, als je het verandert, zit iemand te wachten op dat, weet je, dat je zeuntjes bij VV hebt staan?
Want je natuurlijk wel is dat je ook in kan stellen dat beide teams 85, dat alle spelers 85 reden zijn, ja, toch? Klopt. Dat kan je wel instellen. Ja. Of het daar leuker van wordt, ik weet het niet. Dat is de vraag inderdaad. Dan heb je ook geen uitzondering bij? Het loopt gewoon met fut, zeg maar. Omdat maar het is niet alleen toegestaan. Het is echt ook vanuit EA opgelegd. Ja. EA wil echt dat je dit met Ultimate Team speelt. Want die willen niet dat. Anders kom je in een heel andere. Ja, die willen niet dat iemand die speelt met Rode JC en gewend is om met Rode JC te spelen, dan een rietje nog gaat spelen met een Ultimate Team waar die waarschijnlijk nog nooit zou de markt een beetje verstoren. Ik moet zeggen, ik ben wel blij dat we nu volgende week zeker, nog zeker deze 7 keer deze vraag krijgen. Die blijven denk ik komen. Ja. Ik denk dat veel, je bent niet zo, denk ik, super thuis in die divisie, als ik zo hoor met wie ze spelen. Vind jij het raar? Jij vindt het raar, dat zei al een beetje. Ja, dat Roda niet met Roda spelen speelt. Nou ja, bijvoorbeeld. Ik zou het gewoon interessanter vinden om het gewoon te zien hoe, als het niveau blijft zoals het nu hier gewoon is, zeg maar. Ja. Kijk, de Eredivisie is de Mickey Mouse League, toch? Wordt het wel eens genoemd. Ja, snap je? En daardoor wordt het ook voor geroemd. Dus ik denk gewoon, als wij gewoon met diezelfde spelers gewoon iets neerzetten online, dan kan je pas zien van wie echt de beste zijn. Ja, maar je gaat wel gewoon... Maar kijk, maar bedoel, het is gewoon raar, want je kan in het echte leven kan Messi ook niet spelen bij Roda en dan daardoor ook bij Barca. Ja. Snap je? Ja, ik snap wat ik bedoel. Maar daarom doen wij Tom Heijnen bijvoorbeeld alleen voor Roda en niet ook aan de andere kant. Dat is nee, maar goed, kijk, de spelers. Zeg maar zo, dus ik koop nu de Marcus Beasley. Ja. Kennen jullie nog de Marcus Beasley? PSV, respect. Ruimte op drinken op een jetski, je weet toch? Maar anyway. Maar het is eerst, dus dan koop ik nu de Marcus Beasley. En hij speelt nu voor PSV, maar hij speelt dan ook online voor Roda. Dus kunnen jullie samen gewoon met de Marcus Beasley spelen? Ja, maar dat is ook als je aftal speelt Real Madrid tegen Real Madrid. Ja, nee, oké. Okay, maar gaat veel te ver. Deze discussie, het is inderdaad, het is het punt. Bas had al, wij horen het ook zo vaak. Maar ik kan maken een komma van, want ik wil er op doorgaan. We zetten er een puntje achter. Dan zeg ik, je hebt gelijk. Bas, het is inderdaad, wat Donnie zegt, is in principe wat heel veel mensen steeds vragen. Dit leert toch heel veel mensen natuurlijk. Precies, ja. Alleen dat zijn gewoon de regels die zijn opgelegd. Ja. En daar kunnen wij niks aan doen. Maar nogmaals, ik vind het mooi. Ik was vroeger ook voetballen worden net Van Nistelrooy. Ja. En hun doen gewoon het op een ander vlak. Maar er wordt aan het einde van de dag nog steeds geld gepakt. Dat is zeker waar. Waar gaan we heen? Zo even nog een AZ heel snel bekijken, jongens. Die verloor ook punten. Eén van de vier koplopers. Naast Sparta dus en PSV won. Sparta verloor punten. Ajax verloor ze. En de laatste, Aristot, was zo goed bezig. 2 keer 9-3 op rij. En speelt hij gelijk tegen Nick Kooijman. Aristot mocht echt nog van geluk spreken. Want echt in de allerlaatste minuut komt hij nog op 2-2. Nick had het eigenlijk niet meer weg mogen geven. Volgens mij heb ik deze wedstrijd met Bassie ook gezien. Ja. Dus Aristot kon goed weg, toch? Maar hij blijft doordrukken. Ja, dit was een hele goede goal van Nick. Nick speelde sowieso echt goed. Het viel echt op. Je ziet hier al. Hij heeft twee makkelijke weekjes achter elkaar gehad met Willem II en Roda. Twee ruime overwinningen, maar hier kijk dan, laatste seconde. Nee. Echt. Ja. Het is mooi, het is wel een beetje de tiki-taki toch? Eén keer geven, boe, boe, boe. Ja. En deze jongen, Aristot van AZ, was juist verschrikkelijk goed bezig. Hij speelt nu een keer gelijk, kan er best overkomen. Behalve Ali, die doet daar niet aan. Nog niet, nee. Natuurlijk. Maar Aristot is nog steeds ongeslagen. Die heeft gewoon een geweldige seizoenstart natuurlijk. Ja. Nog steeds. Niet zo dat hij nou in één keer dan slecht heeft gespeeld. Vind ik altijd zo makkelijk gezegd. En hij geeft ook die goals, die geeft hij vrij snel achter elkaar weg. Is het met hem, wij hebben het er al eerder met hem ook over gehad, hij is een van die spelers die steeds zegt, focus zo belangrijk. Vorige week zeiden we het ook al. Ik heb niet het idee dat dit een probleem is in deze wedstrijd tegen VVV. Dat hier zijn focus een probleem is. Denk ik ook niet. Nee, hij valt niet in dezelfde focus. Zodra je zo goed bovenin meedoet, zal het aan focus niet liggen. Dan, nee, hij kan toch gewoon niet gelijk spelen. Ja, precies. Maar dat is. En die Nick Kommel is gewoon echt ook geen slechte tegenstander. Nee, maar hadden wij nog een discussie over de eerste speelronde. Ja. Kan goed. Zou goed kunnen. Ik even me gelijk halen. En toen zei ik dat... Ik dacht dat Nick beter was en jij dat... Nou ja, ik begreep inderdaad dat Sandro de betere van de twee zou zijn. Maar Nick doet het fantastisch. Misschien gaat hij beter om met de setting dan. Dat kan het zijn. Dat zie je ook bij veel jongens, inderdaad. Mentaliteit. Ik ken ze allebei niet trouwens. Dus het is ook geen discussie. Nick doet het. Ik wil het even zo hebben. Je weet natuurlijk wat de Jantje is. Hoef ik jou niet uit te leggen. 3-0. Ja, die zien wij niet veel in de Eredivisie. Nu hadden we er wel eentje. Brian Hessing. Tegen Willem II. Ja, dat werd een Jantje. Dit is een Jantje in de eerste 10 minuten volgens mij. Ja, echt bizar. Ja, is het ook gewoon Jantje en dan stoppen? Nee. Dat zou oneerlijk zijn. Zeg maar. Hop, 5 minuten 17. Minuut 6, daar valt de 1-0. Ja, volgens mij is het echt minuut 8 en minuut 10 of zo. Ja, het is binnen 10 minuten, Jantje. Ik kom voor 3-0 als een Jantje, maak het overigens niks aan het handje. Bas, wat heb ik nou gezegd? Ja. Jij hebt gewoon een contract dat ontbonden kan worden, Bas. Ja. Eén rapper tegelijk. Het is wel een bizar doelpunt eigenlijk, dat die nog binnenvalt. Ja. Kijk, door het midden. Ja, maar kijk, we hebben het heel vaak over Daniel gehad. Ik vind het gewoon ongekend. Daar fietsen het heen is Steve Clement, man. Dit is gewoon master. Wat dat hij heet Stef, hè? Stef Clement. Ja. Dat is goed, man. Kijk eens, 10 minuten en 7 seconden dan. Dan heb je Jantje om je oren. Die wedstrijd die eindigt natuurlijk in de overwinning voor Brian. Daniel, zelfs als vorige week. Hij netjes. Haar gedraagt zich netjes.
Ja. Ik denk dat het, nou, eigenlijk horen we niet te benoemen, maar aangezien natuurlijk wat incidenten zijn voorgevallen, moet ik gewoon ook eerlijk zeggen dat hij gewoon verbetert. Ja. Zelfs als je zo'n pak slaag krijgt. En dat hebben we vorige week ook gezegd, vorige uitzending. Een gentleman zeiden geworden, we ook. Het is een gentleman geworden. Lekker, Daniel, goed gedaan. Brian, die heeft er nog wel even iets over te zeggen, over die hele situatie na die wedstrijd. Ik weet niet of we dan nog even naar die quote toe kunnen. Ja, ik moet zeggen dat Willem II wel trots kan zijn op Daniel. Hè? Het is een beetje gek dat ik het zeg, maar ja, Willem II moet ook gewoon een keer achter de e-sporter gaan staan. Ze moeten een keer geld in hem investeren. Want als je ziet op de PS4, heb ik vandaar niet gewoon op de PS4. Goede prestaties geboekt, ook online. Hij wint van wereldtoppers, van Cody wint hij. Maar ja, hij heeft een beetje vertrouwen nodig, hij heeft gewoon geld nodig. Daar komt op neer dat hij gewoon geld gewoon zo heeft. Dan kan hij gewoon goede dingen presteren. Ja, duidelijke taal van Brian. En we gaan meteen, willen meteen door naar Brian. Want we hebben natuurlijk deze week een powerplayer van de week. Dat is Brian Hessing. Brian, hallo, hang je daar? Nee, hij hangt daar niet, want Brian is ziek. Jongens, Brian is ziek, maar hij is wel een powerplayer. Ja, Brian Hessing is not groener dan de dressing, weet je. Dat is ook het ding. Koen, kun je even hier staan? Ja. Even op Brian Hessing. Sorry. Koen, Brian Hessing, die heet maar dan. Ja, ik verwacht altijd eigenlijk meer van hem, op een of andere manier. Als ik jullie verhalen ook hoor. Ja, als je hem ziet, hij staat goed voor. Ja. Er zit er wel meer in het vat. Dat is zeker waar, dat denk ik. De jongen is geen grap, dat heb ik al gezien. Nee. Is dat zo, Koen? Brian is een wereldtopspeler, zeker weten. Ook naar Barcelona geweest, als beste Nederlander in november gekwalificeerd voor Barcelona. Ja. Hij doet het gewoon maar heel in goed. De E-divisie komt het steeds net hij is, ja, tuurlijk, hij heeft tegen vroege nederlaag aangelopen tegen Ali, als ik het goed heb. Maar ja, nou, verspeelde hij het in de laatste minuut nog. Ja, maar los daarvan, hij komt echt wel weer in de top 5, top 6 eind. Maar was het zijn eerste wedstrijd die speelde al direct een nederlaag tegen Ali? Nee, tweede. De eerste ronde. Tweede? Ja. Ja, dat is gewoon een mentale dreun, denk ik. Gewoon, ja. Gewoon. Ja, ik denk ja, dat maar ook. Maar het was nog mentaler, want hij stond 2 en 8. En toen kreeg hij een wereldkans in de 90e minuut die altijd zit. En ja, toen miste hij hem. En toen, ja. Ja, toen was het. Jongens, we gaan even naar mooie goals kijken. Daar houden we allemaal van. Dit zijn de topgoals van deze week. Feyenoord op voorsprong door Thierry Henry. Een poeier met links. Cristiano Ronaldo weer 4-2 voor FC Groningen. En een grote verrassing, want het wordt 1-2 door Gareth Bale. Weer Yashin dus kansloos. Maar het is uiteindelijk Heerenveen dat deze wedstrijd gaat winnen. Weer een nederlaag dus voor Tom, voor Roda. Gareth Bale bepaalt de eindstand op 2-1. Lange tijd gebeurt er niets. Tot bijna een uur gespeeld. De goal van Cristiano Ronaldo voor PSV 0-1. Ja, die goal van Ali die kun je 1000 keer achter elkaar bekijken. We gaan naar iets anders kijken, toch? We gaan naar het schema kijken van de aankomende speelronde. Dat is speelronde 6. Daarin zien we dat VVV het opneemt tegen FC Groningen. Feyenoord dan tegen Heracles en NAC tegen AZ. PSV, Ali neemt het op tegen Niels Chris van Heerenveen. En ADO Den Haag mag uitkomen tegen Daniel van Willem II. Rode JC dan, Tom Heijnen natuurlijk, neemt op tegen FC Utrecht. En we hebben FC Twente Sparta, dat belooft ook wel een potje te worden. Vitesse Excelsior dan. En als laatste, PEC Zwolle tegen Ajax. Nou, jongens, het was het dan weer. Het was een bevalling, toch Koen? Zo. Jeetje, mineetje. Koen, bedankt voor het komen. Maar het is me goed bevallen. Het is je goed bevallen. Dus dan mogen we nog even doorknallen. Hey. Ja, lekker. Oké. Okay. Als jij ook al begint, Bas, bedankt. Donny, jij hebt meestal bedankt van allemaal. You get me. Je was een bom van energie hier. Ik geef wel de water mee. Ik ben een bom van energie, maar hoe is alles Tony, man? Ja, dat is wat ik bro. Zeker de helft van begrijp. Jongens, jullie gaan nog even spelen tegen elkaar dadelijk. Donny tegen Bas. Bas, man. Vroeger was hij de beste van de klas, maar nu kom ik gewoon met Ajax in mijn woerenjas, man. Je get me. Hij stopt onder zijn trui en kale bas. Ja, kijk, dit is gewoon niet. Hij ziet eruit als een judoka met het gewicht van een Ford Fiesta, man. Let's get it, man. Hey, e-sports, dank jullie wel. We willen make a mail all the time hotel, man. Jongens, man. Let's go. Ik ga gewoon zeggen, kijk deze wedstrijd op ons YouTube-kanaal. Wow, ik ga, Koen, kom maar gaan. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de E-divisie.